Kroatië, is mijn land. Toch zijn goal. Karadžić, met rechts. Ja, bal binnen. Hij gaat erin, Weber scoort. België, mijn tweede land en misschien de toekomst van mij, van mijn kinderen. En ik heb schitterende tijden de laatste 5 jaar hier. Dus al het beste voor dit land. Staat de Weber daar helemaal alleen, geen buitenspel. Josip Weber, gaat hij scoren voor de 9e keer dit seizoen? Jawel, is gebeurd. Prachtig duwt dat bij Weber. Weber gaat hij weer scoren, ja, 10e goal. In de competitie topschutter, Josip Weber. René Weber, ja, 2-4. Josip Weber, 3e goal van de match. Glas, heldere counter, Weber. Op weg naar zijn 4e goal. Weber! Geluk is voor mij in eerste plaats gezondheid en voor de rest is allemaal komen in orde. Als je gezondheid hebt, ik en bijvoorbeeld en mijn familie, dat is het belangrijkste. En dan ben ik zeker dat ik kan veel meer doen, maar als je hebt zware kritiek. Ja, mijn shot is misschien met meer kracht. Shot van hem is met meer technische. Dus, maar ik heb nog tijd voor de leren. Niet zo, er bijna 5 jaar ben ik. Het instinct is dat je voelt waar bal komt in de wedstrijd. Veel mensen denken dat ik heb dat, maar ik vind dat dat is... Ik leer veel voetbal 15 jaar vroeger dan nu. En ik weet van mijn trainers vroeger dat op bepaalde momenten ik moet staan op de eerste paal, op de tweede paal. Maar ook je moet voelen waar bal komt, van welke speler komt. Ik weet als het bal met Karadžić dat bal kan daar, maar als het bal in de wedstrijd van iemand anders, dat ik moet weten waar bal komt. Dus zo een beetje feeling en veel, ja, veel dingen ook samen. Daar is de voorzet. Weber! Onderdoor. Eerste grote kans voor Weber. Zo moeten ze maar niet te veel geven. Daar is de bal opnieuw. Weber! En hij gaat erin, zie je wel. 0-1. Daar is Weber weg. Daar is Weber weg. Verlinden is er ver uit. Weber! Is 2-0, ja. Het is 2-0. Karadžić. Mooi balletje voor Davy Koreman. Weber zoekt positie, daar is hij! Het is toch wel 3-0 zeker! Josip Weber, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Een man die van elke halve kans een doelpunt maakt, of toch bijna? Beuken. Weber. Ja, en daar is het toch. In de voeten van Lamer. En Weber geen buitenspel. Daar is hij opnieuw. Josip Weber. Alsjeblieft. Het is toch Flauwers. Snel. En dan doorgestoken naar Weber. Ja, en Weber heeft hem. Ja.
Ja, voor Weber is de bedoeling. De Mol even de bal kwijt en Josip Weber wordt het 2-2. Soms is geluk, soms is kwaliteit van de spelers, soms is kwaliteit van andere spelers, of ik weet het niet. Het zijn momenten, moment van concentratie. Of, ik denk in de wedstrijden, in de moment komen veel dingen samen en dat is doelpunt volgens mij. Voor Cerkel, 100 doelpunten in 5 seizoenen. Het is niet niks, het kan tellen. Op zaterdagavond in Hamburg, op 2040, scoort Josip Weber zijn 100ste competitiedoelpunt op Cerkel. Ik heb veel ambitie, maar ja, nog altijd blijf in Cerkel. Ik heb een ambitie, ik denk dat ik ben nu in deze moment in de beste jaren voor mij. En, jammer dat Cerkel tot nu geen ploeg voor Europees te spelen. En, als speler mist de Europese competitie, dat is niet zo goed voor hem. Speciaal als ik heb ambitie. Ook voor nationale ploeg kan ik spelen, kwalificatie, omdat oorlog is daar. Dus ik heb maximum doen wat ik kan in Cerkel, maar ik hoop dat volgende jaren dat kan nog veel meer doen op sportief gebied.